Als ik het project opnieuw zou moeten doen, dan zou ik sowieso met mijn teamgenoot bespreken welke onderdelen er zouden zijn, zodat we die allemaal zouden kunnen tekenen in plaats dat die later in het project erbij komen. Het is nog niet helemaal af, maar tot wat we nu hebben, ben ik trots. Wij hebben een project gemaakt voor energie te halen uit afvalwater. Dus wanneer we douchen of zo en er is afvalwater, dan gaan wij dat afvalwater gebruiken om energie op te wekken. Een mens gebruikt meer dan 300 liter per dag in België gemiddeld. En dat is 300 liter die we hebben weggegooid in de plaats van energie mee hebben opgewekt. We hebben al stuwdammen, maar dat is bij heel grote plekken. We kunnen, als we in ieder huis in België, dan hebben we ook veel meer opbrengsten via water, gewoon omdat dat wegstroomt. We hebben hier een rad gemaakt waar je in je waterleiding van je douche of van je bad kan steken. Door de beweging en dan omzetting naar tandwielen kun je hier uit de generator stroom opwekken. Hier komt de water door en dan hier komt de over de tandwielbrenging, omdat als er water doorkomt gaat het draaien natuurlijk. En over die tandwieloverbrenging maakt de generator hier stroom aan en dan wordt het doorgestuurd naar een batterij eventueel. Het resultaat is wel goed, maar we zijn wel tegen een aantal dingen aangelopen die zeker beter kunnen. De wiek zelf gaat eigenlijk geen rendement hebben, tot zeer weinig, omdat we de wiek zo hebben gemaakt, als er water tegen de ene kant komt, is er ook direct water tegen de andere kant. Het enige wat helpt, is de inhammingen. Die hebben we gemaakt in een wiek om zo water door te laten. Maar dat is dan bijna niks dat gewicht geeft. Ze weten niet of dat de wiek gaat draaien. De oplossing is dan om de wiek te vergroten, waardoor de ene helft dan in de buis zit, de andere helft niet. Ik ben wel trots op onze vooruitgang voor nu toe. Vorig jaar, toen hadden wij ook projecten en we zaten daar echt niet aan de deadline. Maar dit jaar zijn we hard door aan het werken geweest, dus we gaan het zeker afkrijgen tegen het einde van het jaar. Ik ben ook blij over onze tekeningen, 3D-tekeningen bedoel ik dan. Want we gebruiken wel allebei verschillende tekenprogramma's, maar het komt nog steeds over. Ik vind het toffer dan een normaal vak, omdat je hebt de vrijheid zelf om iets over na te denken. Maar toch is het wel iets waar je over moet nadenken. Maar het is meer op jezelf. Het is niet je krijgt de uitleg van iemand en je moet er zelf iets mee gaan doen. Maar meer jij maakt zelf de uitleg waarom je iets hebt gedaan en je maakt het ook zelf dus. Ik ben enorm verrast over hoe ver scholen al nadenken over energietransitie, over automatisatie. Want die twee gaan we aan elkaar moeten koppelen, denk ik, om goed door de energietransitie te komen. En ik ben zeer aangenaam verrast over hoe ver dat er wordt nagedacht in dat soort projecten.